Goedemiddag, dames en heren. Ik ga zomaar op de plek van de dirigenten staan. Dat is wel heel brutaal. Maar dat is de makkelijkste manier om u even welkom te heten. Dus welkom namens het Huygens Festival. Mijn naam is Els van Gessel, ik ben vrijwilliger binnen het festival. Eén verzoek vooraf. Nou, er komen er nog een paar meer. 1. Wilt u controleren of uw telefoon uitstaat? Want het is enorm irritant als er straks een tingeltje of een beltoon gaat. Dus graag even controleren of uw telefoon uitstaat. Dat is 1. Ten tweede, wil u alstublieft geen opnames maken? Ik snap dat u dat graag wilt. Het is ook hartstikke mooi natuurlijk. Maar doe het niet, want het is heel storend. Met name voor mensen die achter u zitten. Wilt u graag de opnames hebben? Dat kan. We hebben hier professionele mensen die professionele opnames maken van Midvliet. Wilt u die opname hebben, stuurt u dan een mailtje naar Midvliet met het verzoek. Ik wil graag een opname van dit concert hebben. Zij sturen u dan over een tijd, wanneer ze al die opnames heel mooi bewerkt hebben, een linkje toe naar een YouTube-kanaal. En dan kunt u het vandaar downloaden. Dus alsjeblieft nu geen opnames maken. Oké, dan kondig ik nu graag het Voorburgse Oratoriumvereniging aan. Onder leiding van Fiona Ellis, die ziet u hier achter mij zitten. En hier op de eerste rij, ook heel bijzonder, zit het Oekraïens koor, Gronau. En de Slovaakse pianist, die is eventjes weg, die ziet u straks. De Slovaakse pianist Andrei Mosic. Die heb ik al eerder gehoord. Die is echt helemaal fantastisch. Dames en heren, ik wens u heel veel plezier met het concert. We gaan ervan genieten samen. Dank u wel. Ik wil u namens de Voorburgse Oratoriumvereniging ook nog van harte welkom heten. Ontzettend fijn dat u hier allemaal bent. Zoals u ziet, wij zijn een koor, wij zingen klassiek, we houden ontzettend van zingen. En wij gaan u zo dadelijk een voorproefje geven van ons najaarsconcert. Dat voeren wij op 27 oktober uit in de Koninkerk. Wij doen het nu met de Vleugel, met onze onvolprezen Astrid de Koning, die ons ook altijd met de repetities begeleidt. Maar dan doen wij dat met een professioneel orkest en professionele solisten. En zoals ieder koor kunnen wij natuurlijk ook altijd leden gebruiken. En mannen natuurlijk, dat spreekt vanzelf, maar ook vrouwen. Dus als u zegt van, dit vind ik leuk en ik wil graag een keer meedoen, komt u dan gerust een keer op de maandagavond in het Novum vrijblijvend met ons mee repeteren. En in de gang liggen flyers en posters van ons concert. Dus als u zegt van, dat ik wil er een paar verspreiden, neem ze gerust mee. Wij gaan nu voor u een aantal werkjes ten gehore brengen van Mendelssohn, Vivaldi en Händel. Ik wens u veel plezier en hopelijk tot ziens op 27 oktober.
Thank you.
ask your attention, please, for our great pianist, Andrei Moshich. Do I pronounce it correctly? Almost. Thank you. Enjoy.